onlangs hebben we een beauty Q&A video geplaatst. En daarin vroegen we jullie ook om achter te laten welke video's jullie graag zouden willen zien. En toen viel het me op dat heel veel van jullie wel benieuwd waren naar nagelverzorging. En vooral hoe je mooie, sterke en gezonde nagels krijgt. Nou ja, en als het om nagels gaat, dan moet je bij mij zijn. In deze video ga ik jullie wat tips geven over hoe je nagels het beste kunt verzorgen. En ervoor kunt zorgen dat je nagels weer helemaal mooi, sterk en gezond worden. Toen ik net begon met bloggen, toen waren mijn nagels best wel slecht. Ik was dol op nagellak, maar ik had hele splijtende nagels. Ze waren niet mooi sterk. En het was gewoon een beetje drama. En toen ben ik me wat gaan verdiepen in nagelverzorging. En toen heb ik een aantal dingen ontdekt die voor mij heel erg effectief waren. Laat ik beginnen met de producten van Trint. Trint is een nagelverzorgingsmerk dat verkrijgbaar is bij Ethos. En het heeft een aantal producten en die vormen samen het Perfect System. Ze hebben daarbuiten ook nog wat producten, maar het Perfect System is hun paradepaardje. Daaruit gebruik ik twee producten die voor mij echt onmisbaar zijn. De eerste daarvan is de Nail Balsam. Dit is een hydraterende gel en die zorgt ervoor dat je nagels gehydrateerd worden. En bijvoorbeeld als je last hebt van die splijtende nagels, dat ze er in van die laagjes afkomen, dan is dit echt het perfecte product. Dat is die. Deze breng je aan op een blote nagel, om het zo maar even te zeggen. Laat je even intrekken, wat er overblijft masseer je in. En daarna kun je je base coat of nagelvarder aanbrengen. Dan is er ook nog deze. Dit is de Nail Repair en dit is eigenlijk de nagelverharder van Trint. Je hebt heel veel nagelverharders. Je hebt bijvoorbeeld Heroom, die heeft er best wel veel. Maar dit is wat mij betreft de allerbeste. Deze zorgt er niet alleen voor dat je nagels hard worden en sterk worden, maar ook dus dat die splijtende laagjes, dat die minder worden. En vooral deze combinatie heeft er voor mij voor gezorgd dat mijn nagels een stuk sterker werden, sneller gingen groeien en een stuk gezonder werden. Deze kan ik jullie absoluut aanraden. Je koopt ze allebei bij Ethos. Dus volgens mij zijn ze al wel ongeveer 12, 13 euro. Niet heel goedkoop, maar gaan ontzettend lang mee. Ik ga jullie zo laten zien hoe je deze twee gebruikt. Ik begin met hele schone nagels. Mijn nagels zien er een beetje geel uit, omdat ik net gele nagellak op heb gehad. En ik heb ook een keer gehad dat wat oranje nagellak in mijn nagels getrokken. Dus vandaar de kleur. Let er niet op. Ik ga eerst de Trint Nail Balsam gebruiken. Deze breng je gewoon aan zoals je ook nagellak aan zou brengen. Dus gewoon hup over je hele nagel. Niet te dun en ook niet te dik, want dat is ook weer niet nodig. Maar gewoon dat er overal een laagje op zit. En dan ga je dat laten intrekken. Ik heb de gel inmiddels al eventjes laten intrekken en nu is het wel goed. Dus wat je nu eigenlijk kunt doen is gewoon hup het laatste restje inmasseren. En je zult merken dat het geen vette gel is. Stel je zou nu nagelriemolie gebruiken, dan zou je hier naar je nagels niet meer kunnen lakken. Maar hiermee dus wel. De gel is inmiddels ingetrokken, dus ik ga verder met de Nail Repair en dat is dus de nagelverharder. Ik gebruik deze eigenlijk gewoon in plaats van een base coat. Tenzij ik hele van die vervelende kleuren draag die bijvoorbeeld in je nagels kunnen trekken, zoals ik bij dit oranje had moeten doen. Dan gebruik ik er nog een base coat overheen, maar deze zit er nog voor altijd onder. En deze breng je gewoon aan zoals je normaal een base coat zou doen. Hij zorgt voor glans. Overigens is er ook een matte versie te koop, maar hij zorgt voor glans. En hij zorgt er daarnaast dus ook voor dat je nagels een stuk steviger worden. En hij doet het eigenlijk heel goed als base coat. Een tweede ding wat voor mij enorm veel verschil heeft gemaakt is een goede nagelriemverzorging. Heel veel mensen onderschatten het en altijd als ik vragen krijg over oh, ik heb dit en dit met mijn nagels, hoe kan ik dat voorkomen? Is mijn eerste antwoord, zorg goed voor je nagelriemen. Je nagelriemen zijn dit stukje huid rondom je nagel. Bij sommige mensen zijn ze droog, bij sommige mensen zijn ze hard. Bij sommige mensen groeien ze best wel ver over de nagel heen. Dit stukje huid is heel erg belangrijk om te verzorgen als je goede, sterke en gezonde nagels wilt. Een van mijn favoriete producten daarvoor is Lush Lemony Flutter. Dat is een nagelriemcreme die naar citroen ruikt en het is een soort boter. Heel erg apart, hij ziet er zo uit. En als je deze eens op je nagel insmeert, verandert hij in een olie. Dit zorgt er bij mij voor dat mijn nagels wederom minder snel splijten, dat ze sterker worden, dat ze sneller groeien en dat ze er gewoon over het algemeen een stuk beter uitzien. Bovendien vind ik het ook heel erg belangrijk dat mijn nagelriemen ervoor zorgt en goed gehydrateerd uitzien, zeker ook omdat ik heel veel foto's van mijn nagels maak. Maar dit is echt voor mij een onmisbaar product. Ik gebruik dit 1 tot 2 keer per dag. Dat is heel erg belangrijk als je gezonde nagels wil. Verzorg je nagelriemen 1 à 2 keer per dag en je zult echt heel erg snel resultaat zien. Bovendien, als ik dit dus een tijdje niet doe, als ik het druk heb bijvoorbeeld, dan denk ik 's avonds van nou, ik heb geen zin, dan merk ik dat na ongeveer een week dat mijn nagels minder sterk zijn, dat ze gaan splijten en dat ze gewoon een stuk minder gezond zijn.
Nou, moet je nagaan hoeveel effect dit dan heeft. Dus ja, begin met een goede nagelriemverzorging. Daarmee ben je echt aan heel eind. Ook als je last hebt van die ribbeltjes of wat dan ook, dan is dit echt onmisbaar. Ik heb mijn nagels inmiddels gelakt en ik heb er topcoat overheen gedaan. Ik heb mijn nagels gelakt met deze kleur van Essence. Dit is de kleur A Hint of Love. En dan heb ik ook nog daar een heel klein beetje van deze overheen gedaan van NYC, de Top of the Gold topcoat. En dan zie je dat ik net een klein beetje van die glittertjes hierop zitten. Pas als mijn nagel ook helemaal droog is, ga ik mijn nagelriemen verzorgen. Doe dat nooit voordat je je nagels gaat lakken. Want dan zul je namelijk merken dat je nagellak niet hecht. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Ik gebruik wat Lemony Flutter van Lush. Die ziet er zo uit. Het is een beetje een botertje. En ik doe een klein beetje op mijn vinger. En dat ga ik inmasseren op de huid. Ik doe eerst altijd een klein beetje zo. Dat er gewoon net wat op mijn nagels zit. En dan ga ik het daarna inmasseren. Ik heb misschien een beetje te veel gedaan. Je hebt van Lemony Flutter echt maar heel weinig nodig. Het is me ook gewoon al nooit gelukt om een pot op te maken. Je hebt op een gegeven moment dat ze niet meer goed zijn. Maar je maakt hem eigenlijk nooit echt op. Zo. Nou, en dit ga ik zo even laten intrekken. En dan zul je merken dat het merendeel hiervan gewoon intrekt. Ik doe dit ook heel vaak 's avonds voordat ik ga slapen. En dan, volgende ochtend zijn mijn nagelriemen gewoon weer helemaal soepel. Wat je ook nog kunt doen als je er last van hebt, is dat je nagelriem een klein beetje terug gaat duwen. Dat kan. Ik ben er zelf niet zo'n voorstander van. Als je het doet, doe het dan pas nadat de nagelriemcreme helemaal is ingetrokken. Want dan zijn je nagelriemen namelijk wat zachter. Ik weet trouwens ook dat heel veel mensen hun nagelriemen knippen. Doe dat alsjeblieft niet. Dat is echt nergens voor nodig. Je krijgt alleen maar ontstekingen van. De nagelriemen worden hard. Ze zullen er nooit mooier op worden. Smeren, smeren en nog meer smeren is eigenlijk het meest effectief. Een van de laatste dingen die ik jullie nog wil vertellen over goede, sterke, gezonde nagels is dat gezond eten, goede voeding ontzettend belangrijk is. Toen ik net begon met sporten en echt gezond eten, toen merkte ik dat ineens mijn nagels veel sneller gingen groeien. En toen dacht ik ineens van wow, het viel zo erg op. En ik merk ook in periodes dat ik iets minder gezond eet, ik bedoel ja, dat gebeurt natuurlijk ook, dat dan mijn nagels minder snel groeien. Het heeft echt enorme invloed. En met gezond eten bedoel ik vooral veel groente. Echt, ik eet soms wel 5, 6, meer dan dat porties groente per dag. Daarnaast ook hele goede vetten. Ook heel erg belangrijk, dus avocado's, noten, dat soort dingen is ook meteen goed voor je haar. En daarnaast ook nog veel eiwitten. En dat doe ik sowieso omdat ik veel krachttraining doe. Maar dat heeft dus ook heel veel invloed op je nagels. Oh, en als laatste gebruik ik zelf ook een vitamine B supplement. Het is een vitamine B complex, dus een meerdere soorten vitamine B. Dat doe ik eigenlijk vooral omdat ik vegetarisch eet en daardoor iets minder vitamine B12 binnenkrijg. Wat alleen maar in dierlijke producten te vinden is. Maar dit werkt dus ook heel erg goed voor je huid, haar en nagels. Dus eventueel zou je het ook nog kunnen proberen. Deze is van de Hema. Dit schijnt een van de beste te zijn. En hij bevalt mij op zich prima. Dus dat is ook nog een klein tipje die ik jullie kan geven. Dit waren mijn tips om je nagels zo goed mogelijk te verzorgen. En ervoor te zorgen dat ze weer helemaal lang, gezond en sterk worden. En hopelijk hebben jullie hier wat aan gehad. Natuurlijk zijn nagels ook een beetje genetisch bepaald. En hoe sterk en hoe mooi en wat dan ook ze zijn. Maar een goede nagelverzorging heeft echt enorme invloed. En ik weet zeker dat het dan helemaal goed moet komen. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet op Fem te abonneren. En tot de volgende keer. Doei! Dat is dus gebeurd. Dus mocht je benieuwd zijn hoe je dit zelf kunt maken, blijf dan vooral kijken. Voor deze doeltje.